De gespannen sfeer in en rond Israël en Palestina blijft stijgen. Het gaat zover dat zelfs journalisten niet fatsoenlijk hun job kunnen uitvoeren. In een video die online circuleert is te zien hoe een Israëlische agent, een verslaggever voor het Qatarese tv-netwerk Al Arabi, live bedreigt. Afgelopen weekend was Al Arabi-reporter Ahmad Daroucha te vinden in de Israëlische kuststad Ashdod, ten noorden van de Gazastrook. Hij was live verslag aan het uitbrengen, maar werd opeens onderbroken door een agent. عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحاولون أو يراقبون ما الذي نتحدث وخرج مرة واحدة للصراخ بهذه الطريقة وللتهديد بطبيعة الحال. تهديد جديد للطواقم الصحفية كما نرى على الشاشة. عنصر من الشرطة الإسرائيلية يتدخل أثناء مشاركة زميلنا أحمد راوشة معنا على الهواء من أسدود. ليس هذا بالطبع.